We zouden ze graag nog heel even de glim van je wit neusje zien. Vanuit Museum Rock Art in Hoek van Holland is dit Tieneke Show. En bij Radio 5, je voelt je thuis. Dag allemaal, een hele goede middag. Donderdag 31 augustus 2000, nou maar moet je mij horen, 2017. Live vanuit het Rock Art Museum. Ja, en nu moeten jullie eventjes klappen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Naast me staat mijn favoriete oud-collega Atje Ad Bouwman. En nu hoort iemand stil schreeuwen. En, ja, oh, en dat is Jaap Schut. Oh, dank u wel. En Jaap is met zijn vrouw Jacqueline de beheerder, de eigenaar van dit fantastische Rock Art Museum. Waar momenteel, of nog steeds eigenlijk, een expositie is van en over het werk van Robbie van Leeuwen. Ad, waarom is 31 augustus zo'n belangrijke datum en waarom wordt dat ieder jaar toch maar weer herdacht? Dat is een goede vraag. Ja, waarom staan wij hier? Nou, dat was niet klaar. Nee, ja, 31 augustus, dat staat bij heel veel mensen natuurlijk in het geheugen gegrift. Als een niet zo prettige dag, toen maar door de jaren gaat het een beetje slijten. En dan komt toch alles naar voren dat het wel heel uniek en mooi is geweest. Ja, en dan wordt het echt een herdenkingsdatum. En ja, dan is het, zo lang als mijn hand, wordt het gewoon iets om te vieren. Het is dagelijks als we open zijn. Het komt altijd terug, de boordstudio. Ja. Als je dan het verhaal vertelt, we beginnen natuurlijk al bij de grote mooie vitrinekast. Ja, het leeft. Iedereen weet nog, er zijn zoveel mensen die hebben geluisterd. En men weet ook nog gewoon waar men was op die dag, op dat juiste moment. Ja, er zijn punten in de geschiedenis, Kennedy. En 31 augustus, Veronica, hoort daar dan ook bij. En daar mogen we best trots op zijn. Ja, dus daarom zijn wij hier. Gelukkig wel. Ja, maar we gaan het niet alleen over Veronica hebben. Want in deze twee uur, want ik heb ook al een aantal collega's van de andere zenders gesignaleerd. Ja, was nog meer. Noordzee. Ja, precies. Caroline. Ja, ook. En de Mi Amigo die gewoon doorging. Ja. Heb ik ook al gesignaleerd. Kortom, jongens, jullie oren zullen tuten. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag zonneschijn. Elke werkdag van 12 tot 2 moet je op Max bij Tieneke zijn. De Tieneke Show, dat is altijd fijn. En die leuke jingle die ik de laatste weken draai van Hello Sunshine. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Nou, dat is van de Wannabes en die staan hier voor me. Nou, ze hebben al namen waarvan ik denk, het is niet mogelijk. Arie van Ballengooien. Ja, Rocco DiCaprio. En ben jij alle drie? Nee. Oh, hij reageert over. Doet hij dat altijd? Gilles de la Tourniquet. Ja, voor vrienden Gilles. Waarom Gilles? Dus je mag gewoon Gilles zeggen tegen jou. Dus jij met het rode jasje aan en de grim over hem. Ja, dat is Gilles. Thuis links. En jij bent Rocco DiCaprio. Dat ja, kan niet anders. Ja, dan blijft er maar één ding over. Ja. Ja, dat ben ik. En hij met de permanent en het gebloemetjeshemd. Ja, ik ben op de brommert. Nou, het was Eddie Owens die dus een tijdje terug met die leuke jingle aankwam zetten. En die zei, Tieneke, je moet die jongens een keer horen. Rotterdams, ze krijgen het hele luxe vol. En een succes, en een succes. Ik dacht, nou, dan moet ik die hebben als ze live kunnen optreden. Ja, dat hebben Eddie gewoon uit zijn dikke duim gezogen natuurlijk. Maar we zijn er wel heel blij mee, toch? Vertel eens wat over jullie. Wat is de inspiratiebron?
Nou, ik moet je vertellen, we komen oorspronkelijk van de kermis vandaan. Koude kermis. Koude kermis inmiddels. Ja, we hebben een lichte aanvaring gehad met die gasten van de blauwe enveloppen. En toen hebben we onze kamer een tijdje in de stalling moeten plaatsen. En toen zijn we met de liedjes zijn we het land ingegaan. En het mooie was dat als we na afloop van de kermis met elkaar bij elkaar gingen zitten met de collega's. Gingen we even een borreltje pakken, weet je wel. Een beetje schuine moppen tappen, je kent dat wel. En dan pakte Arie pakte dan zijn gitaar. Ja. En Gilles die pakte dan zijn accordeon. En dan gingen we een beetje liedjes lopen te zingen. Precies. En dat was hartstikke gezellig. Tenminste, dat vonden wij. Dus toen hebben we bedacht om met die liedjes op pad te gaan. En toen zei Gilles nog van, hey, ze noemden ons steeds de wannabies. Ja. Gaan we eens even kijken of die naam al geclaimd is. Er was geen mens die die naam wilde hebben. Niemand wilde. Niemand. Dus nou ja, toen hebben we ons gewoon de wannabies genoemd. Ja. En nou reizen we nog steeds het land door. Alleen niet meer met de kermiskramen, maar gewoon met onze liedjes. Dat is een beetje het verhaal. En dan vroeg hij, wat is je inspiratiebron geweest, geloof ik, hè? Ja, dat was inderdaad de vraag. Ja. Nou, dat was namelijk zo. We hebben op een gegeven moment tijdens de kermis draaiden we heel veel liedjes van het Cocktail Trio. Ja. En daar begrepen we dus geen fluit van dat niet meer opgepakt werd. Want ja, dat zijn tijdloze liedjes. Ja, echt, nog steeds doen ze het fantastisch goed. Dus wij hebben op een gegeven moment hebben wij dat repertoire geadopteerd, zou ik maar zeggen. En toen wij een paar jaar geleden met Hollands Got Talent mee hadden gedaan, toen heb... Hebben jullie dat gedaan? Hebben we gedaan, ja. Niet gezien? Elk mens maakt wel eens fouten, nietwaar? Ja. En toen heb Ad van der Gijn, die heb ons op een gegeven moment benaderd. Die zegt, ik vind het zo leuk wat jullie doen, want we hebben de Akelen gedaan. Hij zegt, ik vind het zo leuk, zou jullie bij mij op een verjaardag willen komen zingen? Toen werd hij 90, ken je naam. Ja, is dat wat? Moesten we dat hele teringend naar Amstelveen komen rijden? Ja, vanuit Rotterdam, dat is echt pleurisend. Toen ben ik niet meer op gebrommerd. En toen hebben we daar op zijn 90ste verjaardag mogen zingen. En hebben jullie een droom? Ja, wij zouden... Voorzitter. Oh, sorry. Ga voor mijn beurt, doe jij anders even ook wat zeggen. Anders denken ze allemaal dat ik al in heupje loop te kletsen. Ik ben alleen maar opgevoed met de mannen destijds. Dus ja. Ik had het niet moeten zeggen. Een droom. Nou ja, kijk, wij dromen ervan dat we dit zo lang mogelijk mogen blijven doen. Dat wel. En dat we zo veel mogelijk mensen blij mogen maken met onze muziek. Je trekt er ook zo'n vroom smoel bij. Ja, maar wij zijn gewoon met ons eigen. Jij maar kijken voor het vroom. Oké, draaien jullie om naar het publiek, want jullie staan tegen mij aan te praten. En nogmaals, we geven ze een geweldig applaus, want zij hebben de toekomst, de Wannabies. Goeiemorgen, 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 zonneschijn. Mens, wat kijk je weer gezellig, een beetje lachen doet en pijn. Goeiemorgen, 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 zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach. Vrolijk zijn, goeiemorgen zonneschijn. Zing maar lekker mee met mij. Goeiemorgen zonneschijn. Je kan maar beter vrolijk zijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Met wat kijk je weer gezellig. Een beetje lachen doet het pijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kan maar beter vrolijk zijn. Goeiemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goeiemorgen zonneschijn, het kan zo gezellig zijn. Goeiemorgen zonneschijn, lachen doet je echt geen pijn. Goeiemorgen zonneschijn, met z'n allen dat is fijn. Goeiemorgen zonneschijn, je kan maar beter vrolijk zijn. Vanuit Hoek van Holland tot het Rock Art Museum. Nou, feel good band, Wannabies! Bij ons, bij Ad Bouwman en bij mij is komen te staan onze technicus, Karel van der Woord. Snoer. Goedemiddag. Karel van het Snoer. Ja, maar dat zegt niet iedereen. Nee. Dat is waar. Dat zeg jij alleen maar, Adje. Nee. En ik kwam in september 1960 bij Veronica, maar Karel was er al veel eerder. Want Veronica zelf is begonnen in Amsterdam. In 1959. Ja, bij het NLF. En daar heb jij gezeten. Ja. De Vrije Radio Omroep Nederland. En toen zonden ze nog niet eens uit. Kan je nagaan? Nee. Nou, en vervolgens ben je er jaren gebleven tot het bittere einde. Hè? En daar heb ik jou leren kennen. Ja, zo was het. Want ik ging solliciteren bij Cinecentrum. Ik was aangenomen. Toen ben ik te voet even langsgelopen. En toen werd ik de keuken ingetrokken bij de Verwijs. En toen was ik aangenomen. Ja. Wat heb jij zo leuk gevonden aan die jaren?
Jee, hoe lang is dat programma? Nee. Wat heb je leuk gevonden? Nou, in ieder geval de sfeer natuurlijk. Een nest met jonge honden. En je kon toch eigenlijk... Ja, we waren allemaal autodidact. Niemand had de scholing gehad. Of bijna niet eigenlijk. Nee. Jij ook niet? Nee, natuurlijk niet. Ik kwam ook maar binnenlopen. Ad wel. Ad heeft dus een scholing gehad. Ja, die heeft de Philips technische scholing gedaan. En Jules. En, ja. Samen met Jules. Ja. Ja, dat weet ik. Nou, die kwamen binnen alsof ze ingenieur waren. Zeg. Ja. En veel later kwamen de Brains binnen natuurlijk. Hè? Ja. Ads en Dick en zo. Ja, ja, ja. Hoog opgeleide. Nee, nou, in het begin van Veronica, we anderhalve kip in de paardenkop, maar toch zeker een man of 12 dat ze er werkten. En we kwamen allemaal op elkaars verjaardag. We zijn allemaal op jouw trouwen geweest met Ria. Ja. Ja. Dat weet ik ook nog heel goed. En het eerste Veronica-kind was mijn dochter? Ja. Ja, ook dat nog. Ik ben bemoeid ons met alles. Met een foto in de televisie, want daar schreef jij een columnpje voor. Ja, moet toen al. Van Avro, notabene. Ja. Met Karel even herinneringen ophalen aan het prille begin. Ad, jij wil het even over die laatste dag hebben. Ja, we gingen dus van de Zeedijk naar de Utrechtse weg. Apparatuur werd allemaal moderne. Maar gelijkertijd kwamen er ook steeds meer berichten van... het zou wel eens de laatste dag kunnen zijn. Hoewel dat hele Veronica geschiedenis doorgaat. Maar dat is altijd geweest, ja. Ja. Maar op een gegeven moment kwam Noordzee erbij. Dat was eigenlijk het begin van het einde. Dat kan je wel stellen, ja. Het feit, mag ik eventjes onderbreken... het feit dat het elke dag afgelopen kon zijn... is gewoon de sleutel tot onze saamhorigheid. Want dat gevoel hadden wij allemaal. Nou, ga verder. Ga verder. Ja. Laatste dag, hoe heb jij die beleefd? Nou, er was op een gegeven moment een verbod uitgevaardigd dat er mocht niet mee naar het schip gegaan worden. En toen hoorde ik dat Han Vastenburg aan boord was. En toen dacht ik ga naar Scheveningen. En zo ben ik toch aan boord gekomen. Dat weet ik niet. Was er een verbod? Ja, in Hilversum. Niemand mocht meer. Er waren enkele uitgezonden. Oh, okay. Zo was het. Het was vol. De boot was vol. Ja. Ja, ik mocht niet mee. Ik heb in de tuin gezeten van jij mocht ook niet mee? Ja, in de regen. Ook dat nog? Ja, zeker. En toen kwam de politie en die kwam zeggen dat er een bommelding was. Ik zat in de studio in Hilversum met een stel. Met Hans Mond en nog een heel stel. En toen moesten we het gebouw uit. Toen zijn we in de kroeg gaan zitten met z'n allen. Ah, nou, dat is altijd leuk. Ja. Dat is altijd leuk. Met z'n allen in de kroeg. Ja, maar het was in ieder geval... maar je was wel aan boord? Ik was aan boord, ja. Beschrijf heel kort even het sfeertje van toen die laatste band werd gestart. Dit is het laatste uur. Nou, dat was wel een beetje tranentrekkerij, hoor. En er zijn wel diverse foto's van, denk ik. Hans van Velsen, die hier ook aanwezig is. Dat is een beroemde foto. Ik denk wat het ergste was eigenlijk terugvaren naar Scheveningen. Dus dat je van het schip afging en dat je dan naar Scheveningen toe vaarde of voer. Hoe zeg je dat? En dat vond ik eigenlijk het... Toen drong het pas door van, het is voorbij. Dan was het, was afgelopen, ja. Ja. Wat geroezemoes op de achtergrond, maar ik kan u wel vertellen, er zijn er weinig met jeugdpuisjes, hoor. Dat kan ik bevestigen. Hier tegenover mij zit mijn sidekick, Rob Schel. Nee hoor, Rob verzorgt de techniek en die kan ons nog wel het een en ander vertellen over deze mooie studio. Rob, kan jij in het kort maar in ieder geval uitleggen, wat betekent dat, die Zeedijkstudio? Wat is dat en waar moeten we dan aan denken? De Zeedijkstudio is de allereerste studio's waar Veronica onder de hoede van de heren Verwij programma's ging opnemen. In het pand Zeedijk, waar ze hun magazijnen hadden. En die studio's zijn toen gebouwd door de hier aanwezige meneer Karel van der Woerd. Die staat hier ook. Van Snoer. Karel van Snoer is de bijnaam. Die heeft mengpanelen gebouwd. En die heeft verder als hoofdtechnicus die studio's opgezet. En daar is het eigenlijk echt het echte succes begonnen. Tot 1969 is dit gebruikt. Ik kijk hier aan tegen een aantal eierendozen die aan de muur geplakt zijn. Zo simpel was het in de stage. Er staan
een aantal bandrecorders. Rob, daar heb je heel veel verstand van. Zonder in al te veel technische dingen te gaan. Wat we met die bandrecorders moeten bedenken. Zijn dat mono bandrecorders of stereo? Nee, dat is allemaal mono. Het middengolf was natuurlijk mono. Dus dat, ja, had geen zin om daar stereo neer te zetten. Men had een drietal bandrecorders in deze studio's. Eentje, want er waren drie van deze cellen. Eén recorder was om het programma op te nemen. En we hebben hier nu muziek van Kaarten, een soort E-track. Die had men in het begin niet. Dus men had twee recorders nodig voor reclames en later wat jinglewerk en tunes. En het mengpaneel om alles op elkaar af te stemmen. Ja, inderdaad. En alles op buizen? Alles is buizen, ja. Ja. Maar het is toch bijzonder dat die apparaten van waarschijnlijk tot 1960, dat die het nog zo goed doen. Ja, nou die panelen zijn destijds met kwaliteitsmaterialen gebouwd. Ik heb het er straks met Karel nog over gehad. Onvoorstelbaar, wat een goed spul. Hè. Dat heette toen Long Life Buizen. Nou, dat is een understatement, denk ik. Hè? Ja. Als je hoort hoe dit nu klinkt. Forever life, zo zeg maar. Het is bijna eeuwige leven, zou je denken. Af en toe een beetje liefde en haai over zijn bol en dan gaat hij weer. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag zonneschijn. Elke werkdag van 12 tot 2 moet je op Max bij Tineke zijn. De Tineke Show, dat is altijd fijn. Max, echt wel. Elke dag weer dat gejakker en ik moet met die snelheid mee. Dat de dagelijkse sleur niet aan verwachtingen voldeed. Daarom heb ik besloten, ik laat de boel even de boel. Eventjes niks te motten, gewoon een uurtje zonder doel. Met één druk op de uitknop heb ik geen verbinding meer. En vlieg ik op een bankje neer. Als je het geluk zoekt, dan ken je het niet vinden. Al val je er haast overheen. Geluk zit juist niet altijd in grootse dingen. Open je ogen en kijk om je heen. Dan leg het gewoon voor je neus en zie het meteen. Adse Veenstra, technicus geweest bij de zeezender Radio Veronica. Adse, hoe ben je bij Veronica terechtgekomen? Tom Mulder was een vriend van mij in die tijd. Wij speelden wel eens radiootje op zijn zolder en dan namen we programma's op. Hij heeft toen zelf een programma gemaakt en daar is hij mee naar Veronica gegaan en hij was meteen aangenomen. En we hadden natuurlijk nog steeds contact en toen vroeg hij van, voel jij daar niks voor? Er is de Imke Roos, die was toen technicus nog, ja, in Studio 1, want zo moet ik praten, ik was Studio 1. En die ging weg en er was plaats voor een technicus. Dus ik ben naar Karel van der Woerd gegaan, dat was de hoofdtechnicus, en ik was meteen aangenomen. Maar ja, zo is het gekomen. Ik werkte al 5 jaar bij de televisie als geluidtechnicus en ik vond dit eigenlijk wel veel, veel leuker. Want je werkte bij televisie, zeg je net, je wilde radio. Heb je bewust gekozen voor Veronica, daar zou ik graag willen werken? Nee, ik heb er eigenlijk niet zo erg over nagedacht. De gelegenheid deed zich voor en het ging allemaal veel te makkelijk, het ging makkelijk. Bovendien, de omroep, dat was gewoon praktisch. Die betaalde niet zoveel. En Veronica iets meer. Dus. Ja. We hebben het weer regelmatig over 31 augustus 1974. 43 jaar geleden. Bij Veronica gebeurde toen het een en ander. Want er werden toen ook 2 studio's samengevoegd tot 1 studio. De studio 3 en studio 4. Die werden, er werd alleen maar het raam daartussen.
Ja, en een muur werd weggehaald. En daar konden we dus, daar werd eigenlijk alles opgenomen. Dus we hadden wel als technicus, er waren 5 studio's, per studio waren er 2 vaste technici. En dat verviel toen. En we namen dus alles op in die ene studio. En die was lekker groot, dus ja, het was gezelliger, het was leuker. Vertel, hoe heb jij dat beleefd, die laatste weken, maanden voor het einde van Veronica in 74? Nou, tot een paar weken ervoor heel gek. Eigenlijk denk iedereen had nog een beetje hoop. Er was veel te doen. Er werd heel veel gedaan door Oud en nog een paar andere mensen. Er gebeurde heel veel. Je had toch hoop van misschien wordt er nog wel iets. Misschien, we praten steeds over we willen aan land en hoe gaan we dat doen. Allemaal wilde plannen. En eigenlijk tot een week of 2 daarvoor begon het. Ja, was het echt definitief. En toen begon voor mij dan in ieder geval en voor een aantal andere mensen. Gewoon moest er hard gewerkt worden voor die laatste uren. En dat. De campagne, hoe moet je dat zeggen, de overgang van 192 naar 538, ook technisch, puur toeval hoor, gewoon planning. Ik stond op de planning, ik had gewoon dienst, dus ik heb al dat spul heb ik gemonteerd wat er was aan oude opnames en dingen, daar hebben we iets leuks. En daar heb ik weer bedankbaar gebruik van gemaakt voor het laatste uur. Dat heeft waarschijnlijk niemand gemerkt, maar dat was hetzelfde materiaal bijna. Want jij begint er nu zelf over, het beroemde laatste uur van Radio Veronica. Jij was de technicus, had ze. Ja, ook toevallig door planning. En die studio die ik had, die had toch wel een bepaalde reputatie opgebouwd. Documentaires en radio en montages die we maakten. En ik denk dat het wel een beetje was. Het was voor mij ook een verrassing hoor, maar... Nou, ik kreeg al dat materiaal aangeleverd en Oud inderdaad, die hadden de muziek uitgezocht en dat soort dingen. En ja, daar moest je dan maar op. En dat kon ik in mijn eentje. Dat was zo, voor mij niet zo moeilijk. Nou, dat van die klok heb ik er dan maar even bij bedacht. De tikkende klok in het laatste uur. Klok, want die stond er echt. Hè? Ik bedoel, dat was geen bandje of zo, maar die stond gewoon in de studio. Daarachter, microfoon erin, klaar. En elke keer als de muziek afgelopen was, inveden. En dat kwam hard aan bij de meeste mensen. Ja. Ik denk eigenlijk, nu ik erover nadenk, dat ik het meende. Om het zo emotioneel mogelijk te maken. Ja. En ook de zee, hè? Dus het bekende stukje met de meeuwen en de zee. En dat steeds gebruiken. Even op het goede moment. Ja. Misschien kan ik dat al heel goed, ik weet het niet. Daar ben ik benieuwd naar. Hoe is dat voor jou? Want er zijn pittig wat laatste uren bekend van zenders en van zeezenders. Maar niet om je een vreselijk compliment te geven, maar het laatste uur van Veronica is bijna iconisch. Er is geen mens die dat niet kent. Maar daar heb jij een hele grote hand in gehad. Wat doet dat met jou dan? Nou, ik kan nou niet zeggen dat ik er trots op was, maar ik ben trots, ja. Ik vind het wel lekker wat mensen er tegen me zeggen. Toch achteraf, hè. Op dat moment was het, nou dan zeg ik ben altijd heel onzeker geweest. En tot de laatste minuten van is het wel lang genoeg? Ja, het moest natuurlijk wel precies kloppen aan het eind. En we hadden daar altijd al een probleem mee. Dus vandaar dat ik de band nog een keer helemaal gedraaid heb met een gewone stopwatch. Op de seconde te kijken of het klopte. En dan moet je maar afvragen of het aan boord allemaal ook wel op de goede is. Maar dat soort onzekerheden. Ik stond eigenlijk een beetje met kramp in mijn maag. Van, gaat dit allemaal wel goed? En het idee dat heel Nederland ernaar zit te luisteren had ik op dat moment niet. Dat kon je niet veroorloven. Oké, want jij was ook aan boord de nou, laatste dag. Ik heb hem zelf gebracht, die band. Dus, ja. Ik had hem onder mijn arm. Hoe was dat om die laatste dag en ook dat laatste uur aan boord te zijn, Atze? Ja, werk. Ik heb... dat klinkt heel naar. Ik stond met José van Groningen, was de hoofdtechnicus aan boord. En die zou de zender uitzetten. Maar die wist het moment niet. Ik heb steeds naar dat moment van let op, hè, blijf daarbij staan. Het is zo afgelopen. En uiteindelijk, voor zover ik me dan herinner, heb ik zelf de zender uitgezet. Het
het is totaal onbelangrijk hoor. Maar het maakt, in die stemming was je van, het maakt allemaal even niks uit wie het doet. Later hebben ze nog een foto van José van Groningen gemaakt. Hè, dat hij, geloof ik, een buis eruit trok of zo. Maar ik bedoel, begrijp je wat ik bedoel? Ik deed dat niet voor de eer of zo, maar gewoon werk. En toen was de zender uit de lucht. 31 augustus 1974, 6 uur. En toen? Ja, daar zijn we afgedropen. Zijn we de voeren allerlei boten van de wal naar het schip. Ik weet niet meer, niet alleen de Gerana, maar ook van de kranten en zo. En ja, de boten gehuurd. En ja, op de een of andere manier zijn we weer naar Hilversum gegaan. Ja. En we hebben daar bij elkaar gezeten. En ik, eerlijk gezegd, ik herinner me daar niks meer van. We hebben geen feestje gevierd in ieder geval. Nee. Maar ik kan me enigszins voorstellen. Het is ook 43 jaar geleden, Adse. Misschien een moeilijke vraag, maar je allermooiste of je allerleukste herinnering aan de zeezender Veronica? Dat was toen ik in kerstnieuwjaar samen met Tom Mulder aan boord ben geweest. Wij waren, iedereen mag me corrigeren, maar wij waren waarschijnlijk de eerste uit Hilversum die aan boord live gingen uitzenden. Ze hadden wel, het staat hier die studio, het was er helemaal voor geschikt. Maar niemand deed dat ooit. Later zijn ze Sangria gaan doen. De mooiste momenten was dat ik daar met Tom Mulder heb gezeten. Die deed een nachtprogramma, 4 uur. Dan zit je daar s'nachts en voor je staan de zenders. En dan gaat een dikke kabel en die gaat omhoog. En door een luik zag je de antennes. Dat gevoel. Je zit, dat kan ik me voorstellen van de jongens bij Noordzee en bij Caroline die live uitzonden. Opeens heb je een link met je gebruikers. 1-op-1. Met de gebruikers, met de luisteraars. Je hebt een link. Het is een gevoel dat kun je niet beschrijven. Nou, daar word ik gewoon emotioneel van nog steeds. Dat is fantastisch, ja. Naast me Ferry Maat. Hi Tinus. We hebben op Facebook een lekker collega. Leuk contact. Ja, en ik zei nou, ik draai Man of Action, dus kom even langs, maar dat was je toch al van plan. Ja, maar ik mocht niet ontbreken natuurlijk. Nee. Man of Action. Want jouw vrouw werkte bij Veronica. Ja. Ik mocht met haar mee vandaag eigenlijk. Ik was niet uitgenodigd. Dus, ja. Ik wil het eventjes over die 31 augustus hebben, want Noordzee dacht, wacht even. Wij sloten om 6 uur met de dramatische woorden van Rob Hout. En wat deed Noordzee? Nou, ik weet niet wie het bedacht heeft, maar om een beetje natuurlijk aandacht te krijgen en niet tegelijk de lucht uit te gaan, gingen wij nog 2 uur door tot 8 uur 's avonds. Ja. En jullie hielden even pauze. Even pauze, hoezo? Ja. Jullie zaten niet meteen om 6 uur zaten jullie op de zender. Jullie hadden toch even een paar minuten pauze volgens mij? Nee hoor. Jullie ramden er meteen in. We hebben de laatste dagen hebben met z'n allen aan boord gezeten en alles live gedaan. Ja. In plaats van naar een bandje kijken. Ja. Dat was leuk hè? Ja, dat was spannend ook wel. Ja. Echt, het was behoorlijk, ja. Als ik eraan terugdenk, dan voel ik de kriebels weer. Wat is dat toch? Ik bedoel, ik weet het ook. En ik weet, de verhalen ken ik van boord. Ik heb natuurlijk alle foto's gezien en nou ja, alle verhalen gehoord. De ploeg die in Hilversum achterbleef, nou, die weet ook uit het daarna wat er allemaal gebeurd is. Hoe ging dat met jullie? We hebben heel veel lol gemaakt, want we hadden als idee dat we er vrolijk uit wilden gaan. Nou, dat viel nog niet mee op het laatst, want het was natuurlijk een hele dramatische toestand. We hebben heel veel lol gemaakt. De nacht ervoor nog Scheveningen flashing gedaan. Dus iedereen met de auto naar de kust rijden, de lampen richting zee. En dan lieten we ze antwoord geven. Dan één keer knipperen is ja en 2 keer knipperen is nee. Dan zit je alleen in de auto en dan ging je zo. Is er al een ijskoelman? Moet er patat komen? En dat werd allemaal zo. Was er naast de slag gedirigeerd. Had jij al ander werk daarna? Ik had, ja, een maand van tevoren ben ik, ik heb niet afgewacht. En ik heb gesolliciteerd bij de TROS. Want die werden A-omroep en kregen heel veel zendtijd. Dus op donderdag zou de hele donderdag voor de TROS worden. Dus ik denk, nou, ik moet erbij zijn. En dat is gelukt. Nou, en ik lees op Facebook dat je af en toe nog eens een keer draait in de disco. Dat gebeurt ook. Dat gaat nooit verloren. Ja? Dank je very much. Radio.
Radio Noordzee, Radio Noordzee. 2-2-0. Radio Noordzee, Radio Noordzee. 2-2-0. Ook in de auto, een zwingend geluid. Radio Noordzee, keihard de beste. 2-2-0 op de middengolf. Peter Jager, medewerker geweest van de zeezender Radio Noordzee. Ja. Je hebt altijd aan boord van de Meebo gezeten, hè? Niet aan landprogramma's opgenomen. Nee, ik heb sowieso heel weinig programma's gedaan. 1 of 2 keer een programma en dat was niet zo mijn ding. Nee, ik heb alleen aan boord nieuws gelezen. Peter, we hebben het de laatste tijd regelmatig natuurlijk weer over 31 augustus 1974, 43 jaar geleden alweer. Die laatste week aan boord van de Meebo is heel speciaal geweest volgens mij. Ja, dat was zeker speciaal, want alle waldisjokjes die waren er ook. En, sommigen hadden ook geen idee hoe het leven aan boord was. Er was iemand die kregen we zo gek om met een geweer wacht te lopen. En, moet ik nu vragen wie dat was? Nou, de kenners weten dat wel, hè? Ja. De kenners weten dat wel. Zelf heeft hij daar wel eens over gezegd dat hij wel door had dat hij in de maling genomen werd. En dat hij het meegespeeld heeft. Maar ja, dat weet je niet, hè? Dat kan. Peter, en dan is het de laatste week, hè? Met een heleboel, nou, bijna alle medewerkers aan boord. En de laatste week wordt de laatste dag. En dan? Begon natuurlijk dat alle discjockeys aan boord kwamen. Ja. Dat was prachtig, want dat is live verslagen door Gerard Smit vanaf het dek. En ik zat beneden in de studio om de techniek te doen. Maar omdat we geen communicatie hadden, moest ik ook daarbij praten. Van, nou, Gerard, het plaatje is afgelopen. Jij mag weer vanaf dek wat gaan zeggen enzovoort. En ja, toen kwam iedereen aan boord. En toen was het heel druk. En ik heb nog wel nieuws gelezen. We hadden een afscheidsprogramma van de nieuwslezers 's nachts om 3 uur. Je houdt het niet voor mogelijk. Ik weet dat we uren bezig geweest zijn de avond tevoren om een kabel naar het dek toe te leggen. Want dat was nog niet zo simpel allemaal. Want ja, een kabel verbrandt gewoon op een schip met zulke sterke zenders. Mm-hmm. Wat natuurlijk wel een mooi moment was even na 6 uur. Ik denk dat wij om 6 uur nog nieuws gelezen hebben. Ja. Timex-tijd op Radio Noordzee is nu 5 uur. Nieuws op Noordzee internationaal. Dit is voor de laatste maal Peter Jager. Nou, zo ging dat. En zo deden alle nieuwslezers dat. En direct daarna, na dat nieuws, kwamen we erin met Veronica Sorry van Peter Koelewij. En dat was volgens mij ook wel echt gemeend. Kan je beredeneren waar dat verschil tussen die twee stations vandaan komt in die laatste uren? Ja, misschien was daar ook een meer hang naar perfectie. Of, en er was natuurlijk een veel langere geschiedenis. Kijk, wat ik zei, voor mij persoonlijk, ja, het was jammer. Maar toen ik aangenomen werd, is het erbij gezegd van het zal waarschijnlijk niet lang meer duren. En iedereen had ook wel andere plannen, had ik het idee. En Strengholt had ook voor iedereen wel een plek. He, dus voor iedereen werd ook wel iets bedacht, zodat ze aan het werk konden blijven. Even terug naar 31 augustus 1974, toen was het 8 uur. Jullie zijn terug naar Scheveningen gegaan, hoe ging dat? Volgens mij hebben we nog aan boord geslapen. En, ja? En op 1 september zijn we naar Scheveningen gegaan. Ja? En toen kwam de Meebo 1 ons ophalen. Ja? En als een soort boegbeeld stond Hans Hogendoren daarop. Die kwam ons tegemoet. Dus dat was mooi. Ja, dat was mooi. En enorm veel mensen in Scheveningen. Die mini club, 7-club autootjes. Niemand had mij verteld dat zou gaan gebeuren. Dus het autootje waar mijn naam verkeerd gespeld op stond, is zonder mij weggereden. Ik ben gewoon naar huis gegaan. Radio 220! Naam Schut ken ik al een aantal jaren. En ik woon hier in de buurt. We komen ook geregeld Jaap langs. Hij doet veel voor Veronica. Nog niet zoveel voor Radio Noordzee, maar daar is ook niet zoveel van als van Radio Veronica. En daarom heb ik iets wat heel erg uniek is voor zijn verzameling en dat zit in deze map.
daar zit een kaart in van de QSL-kaart, maar dan met de handtekeningen van de eigenaren van Radio Noordzee, Mr. Meister en Mr. Rollier. Ik heb een officieel document van MEPO, dat hoort bij dit nog officiëlere document. En het is een officiële aandeel van MEPO. Alsjeblieft, Jaap, jij kan het verder laten zien. This is Radio Nazi International on 1367 kHz. Music Radio. Music Radio. Ik heb twee gasten waar ik me ongelooflijk op heb zitten verheugen. Namelijk Michel van Dijk en Ferdinand Bakker. Ferdinand Bakker en Michel die kennen elkaar nog uit de tijd van Elkwin. En ik ga met Michel veel verder terug uit de tijd van Lebberok. Uit de tijd van Exception en uit de tijd van de groep Amsterdam. En was het met Atje? Die was er ook altijd bij. Altijd bij. Ja, vaak in ieder geval. En ja, nou, jullie moeten hem eventjes zo een applaus geven, want zij hebben namelijk deze jingle gemaakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die gaat nooit meer bij me weg. Ja, die hoort zo bij, maar het is niet te geloven, Michel. Jullie hebben, Ferdinand en jij, hebben in het voorjaar een plaat uitgebracht, Loon. En het eerste exemplaar is overhandigd aan Johan Derks. Die zei, dit is een hartstikke goede plaat geworden. En daarmee is dat een garantie voor het feit dat ze hem in Hilversum dan ook beslist niet zullen draaien. Ja, en dat is de ellende, dat is zo. Dat is heel jammer. Vertel eens even wat, Michel. En nou, trouwens ja, ook Ferdinand. Het plaat niet minder goed dat ze hem Hilversum niet draaien. Het is een hele gemêleerde en een bijzondere plaat. Ja. En ik vond ook dat de muziek, qua muziek hoort het gewoon in dit programma. Het is onze doelgroep. Oké, de groep Loon. En we hebben het over Michel van Dijk en Ferdinand Bakker. I got the sunshine in my back. Yes, I love. Sunshine at my back. Yes, I love that woman so. She likes sunshine in a bag, and I'm never letting go, never letting go. En Ferdinand Bakker, dit was Loon. Dank jullie wel. We staan met Serge Haderman. Radio 5 heeft het zich rond toegeëigend. Ook een heleboel met radio en alles. Hoe is dat bij jou zo gekomen, Serge? Dat is eigenlijk de schuld van Radio Veronica. Dat stond bij mij thuis aan, dus in het ouderlijke huis. En ik raakte daar op een zeer jonge leeftijd zo door gefascineerd. De manier van programma maken, de muziek. Ik ben daar gewoon mee opgegroeid. En dat gaat heel ver. Door Radio Veronica ben ik zelf met radio begonnen. En eigenlijk uit liefde voor de muziek die ik heb leren kennen bij Radio Veronica. Niet alleen in de dagprogramma's, maar vooral, ik heb het daar straks nog kunnen vertellen, bij Tineke, 's avonds, het LP-uur. Daar heb ik kennis gemaakt met groepen als Pink Floyd, Uriah Heep, The Grateful Dead en vele anderen. Geweldig, dat was mijn muzikale opvoeding. Serge, jij zei het net al, daardoor ben jij zelf ook radio gaan maken. But, in een notendopje wat je allemaal voor radio hebt gedaan? Wel, dat zou eigenlijk begonnen zijn op een zendschip. De MV Miamigo van Radio Miamigo. Want eind jaren 70 deed ik drive-in shows voor Miamigo en Caroline ook. Dat was een beetje gemixt, Nederlandstalig, Engelstalig. En, maar ik moest ook mijn legerdienst, mijn leger.
plicht gaan vervullen. Oh, ik dacht, oh leuk, een schip in internationale wateren, leuke plaats om te deserteren. Maar mijn ouders dachten daar anders over. En toen ik terugkwam uit het leger, toen was de boot helaas gezonken. Die drive-in shows die zijn gebleven. Ondertussen begon in Vlaanderen, net als in Nederland, de Vrije Radio de kop op te steken. En zo ben ik bij de Vrije Radio beland. Later werd dat commerciële radio. Van alles gedaan voor de openbare omroep gewerkt. Radio Donna als muzieksamensteller. Gewoon van het ene project in het andere gerold. En ik doe nu rond deze tijd even denken 7 of 38 jaar radio. Ik heb er dan ook mijn beroep van kunnen maken. En ik maak tegenwoordig programma's voor Nostalgie. Dat is een radio met heel veel leuke muziek. Een nationale zender. En zolang ik dat graag doe, zal ik dat blijven doen. En het is allemaal begonnen uit liefde voor de muziek. En dan krijg je op een gegeven moment ook de behoefte om daar dingen over te vertellen. En allemaal de schuld van Radio Veronica. En ook de andere zeezenders. Maar Veronica was voor mij de meest bijzondere van allemaal. En ik zal dat even een beetje situeren. Toen Veronica wegging op 31 augustus 1974. Dat was net of ze namen een vriend af. Je kende die mensen door die horizontale programmering. Hè. 'S morgens ook goeiemorgen, muziek terwijl je werkt, koffietijd. Stan Haag, Wil Luikinga, 's middags de popjongens, Tom Collins, Lex Harding en al die anderen. En daar had je een band mee, dat waren je vrienden. En dat stopte. En dan ben je verdrietig, dan ben je boos. Serge, radiodagen en radio-evenementen, met name over de zeezenders, die vonden jaren terug eigenlijk voornamelijk plaats in Nederland. Maar de laatste tijd kom ik jouw naam steeds meer tegen met allerlei radio- en zeezender-evenementen in België. Hoe zit dat? Wel, er is een organisatie, Mi Amigo 40, en die organiseren dus zeezender-gerelateerde evenementen. En dan, ik ken die mensen toevallig, het is een heel klein wereldje. En toen dachten ze van, die Serge, die kan daar wel wat over vertellen. En ik weet er erg veel van. En dan huren ze mij in als presentator of moderator. Oh ja, op het schip. 4 jaar geleden, denk ik, Mi Amigo 40. Daar hebben we van op een schip uitgezonden, met legaal deze keer. Met een geweldige mooie studio, met nog een oude draaitafel van de Mi Amigo, zo'n Garrett. En die was ooit aan land gebracht om te herstellen, maar die was nooit meer naar boord gegaan. Het zeezout plakte er nog echt in. Echt fantastisch. En iedereen heeft toen live programma's gemaakt. Ferriede was erbij, Rob van Dam, Mark Jacobs dus, Peter van Dam, Ton Schipper, Bart van Leeuwen was er ook bij. En het was een fantastische vierdaagse. Zelfs Pieter Chicago zat in Engeland te luisteren. Die kon ons ontvangen op FM. En die, ja, en die zei van, ja, het is wel goed, maar er zit een beetje ruis op. Wat leuk. Serge, tot slot. Je allermooiste of leukste herinnering uit de periode van de zeezenders? Toen in 73 lag de Noordernij op het strand. Ja. En toen stond er in de krant, want over Veronica stonden ook in Vlaanderen de kranten vol van, dat Veronica zou uitzenden van op de Mi Amigo, het zendschip van Ronan O'Reilly, dus van Radio Caroline op dat moment. En dat vond ik een geweldig moment. Dat eerste programma dat terug de lucht in ging. Ik dacht met Tineke en Rob Oud. En Veronica was weer terug. En vanaf 18 april terug vanaf het eigen schip. Dat is een van die herinneringen, hele mooie herinneringen. Want Veronica weg, dat was maar niks. Bedankt Ronan O'Reilly voor het aanbod om jouw zender en jouw boot ter beschikking te stellen aan Veronica. Radio Veronica is nu ruim 8 dagen uit de lucht geweest. Veronica is weer terug. Luister eens, een hele goede middag. Radio Veronica. Radio Veronica. 1, 9, 2, 2. Naast ons staat Hans Becker. Hallo. Begin jaren 70 kwam hij in het Veronica leven. En hoe kwam hij eigenlijk bij ons? Nou, via een telefoontje. Ik wist iets over de West Coast. Ik dacht, nou, dat weet ik beter dan de Veronica mensen. Toen heb ik op een heel brutaal moment heb ik gewoon gebeld en mijn verhaal gedaan. Toen kreeg ik jou aan de telefoon. Toen heb je me meteen doorverbonden met Lex Harding. En die zeiden, kom je verhaal er maar eens doen. En dat heb ik gedaan. En dat beviel wederzijds zo goed.
Dus in de Lekshow, zo'n afgerond stukje waarin je een bepaalde artiest of een stroming behandelt. Maar ik wil het hebben over je foto's maken. Want alle foto's, je hebt een boek gemaakt en alle foto's die erin staan, die ken ik. Ja. Dat vind ik zo ongelooflijk leuk en handig. Want thuis is dat verslingerd in allerlei mappen en weet ik veel, maar bekijk het nooit. Vertel eens eventjes hoe je daartoe bent gekomen. Nou, ik had zoals altijd allemaal een camera om mijn nek. En fanatiek als ik was. Ik fotografeerde alles wat los en vast zat. En dat ging gewoon vanzelf. En later kwam ik er pas achter dat het dat ze eigenlijk wel leuk waren. En toen heeft het nog tientallen jaren geduurd. Want je stopt op een gegeven moment alles in een kartonnen doos op zolder. Ja, bijna geëikte verhaal. En ik zou iedereen willen aanraden, kijk nog eens wat je op zolder hebt liggen. Want dat was zo rond 2008, 2009... dat Jules gelijk mij belde en zei, ja, jij hebt toen toch wel eens wat foto's gemaakt. Ik zeg, nou, dat weet ik niet meer hoor. Toen ben ik toch eens gaan kijken en toen vond ik inderdaad kartonnen dozen vol met materiaal. Uniek. En dat ben ik maar eens gaan bekijken en gaan scannen. Maar het gekke was, ik wist eigenlijk niet meer wie er allemaal op stonden. En toen heb ik Ad en Jules bereid gevonden om te gaan meekijken. En die hebben mij enorm geholpen met het naar boven halen van, ja, wie waren dat nou eigenlijk? En wij weten het. Toen is het gaan leven. Ik vind die van mij met Billy Preston op de fiets hartstikke leuk. Maar wat ik weer mis is Graham Nash en ik op de brandtrap. Ja. Buiten bij Veronica. En ik mis ook John Denver. Die mis ik ook. Ja, maar andere fotograaf. Ik denk dat je mijn collega moet gaan winkelen. Een andere fotograaf. Radio Veronica. Ik liep met het plan rond en daar had ik Lex Harding al voor benaderd. Dat was midden vorig jaar. Ik zeg, kunnen we niet eens wat gaan doen? Dat lijkt me leuk voor het museum. Een boek maken met foto's en wat wetenswaardigheden. Dat vond hij een goed idee. En prompt werd ik een paar dagen later gebeld door ook een Veronica-collega die met hetzelfde plan rondliep. En dat had ook niks met mijn voorstel aan Lex te maken. Dat was puur toeval. Dat geloof ik ook. En we zijn aan de slag gegaan met het verzamelen van materiaal voor dit boek. Tot op een gegeven moment liep het vast, lukte het niet meer zo. Maar ik had wel een goed contact met een vormgever in die tijd. Dat was Erwin Nordanus. En we zijn tot een paar weken geleden nog bezig geweest om het af te maken. En zo ziet het eruit. Het bijzondere van het boek vind ik, een heleboel foto's uit de periode van Veronica, maar ook de andere zeezenders, kom je in allerlei boeken en tijdschriften en kranten en zo tegen. Ik ben heel weinig foto's in jouw boek tegengekomen die ik kende uit andere publicaties. Dus het is redelijk uniek, toch? Dat kan kloppen, want ik heb eigenlijk niet zoveel van die foto's in andere boeken of bladen gepubliceerd. Ik heb ze allemaal onder me gehouden. En ik vond het ook niet belangrijk. Ik vond mezelf ook niet zo'n fotograaf. Blijkbaar is er wel behoefte aan dat het nu eens een keer gebundeld is. En dat de mensen het toch allemaal eens een keer op een rijtje kunnen zien in het boek. Kun je iets over die hoofdstukken vertellen? Ja, ik heb expres gezocht naar momenten in die historie, in die 4 jaar, die echt in ieders geheugen staan gegrift. Echt hoogtepunten, de stranding, de ledenwerving, want dat werd op een gegeven moment wel heel actueel. Ik ben ook begonnen met toch weer even een kennismaking, een hoofdstuk met de kennismaking met de DJ's. Gevolgd door de technici en de mensen aan boord. En dan ook de artiesten, een hoofdstuk van wie kwamen er allemaal zo, wie vlogen er binnen. En natuurlijk een hoofdstuk over de vrouwen en vriendinnen. En toen stuitte ik op een gegeven moment een foto van een heel leuk meisje. Dat niemand kent. En waarvan niemand nog steeds weet. Wie is dat nou? Dit is de enige persoon die in het boek staat waarvan geen naam bekend is. Moet ik nog een keer laten zien? Het onbekende meisje uit de Veronica tuin. Wie is dit? Waarom moeten de voormalige fans van de zeezender Veronica dit mooie boek kopen? Ik denk dat het voorziet in een behoefte die bij iedereen leeft. En dat is toch wel de nostalgie. Waar we toch allemaal wel, als we ouder worden, een beetje last van krijgen. Om het maar even zo te zeggen. Het is zo'n unieke gebeurtenis. Het ontstaan van die zeezenders. Want ze hebben gewoon gebruik gemaakt van mazen in de wet.
dat het kon, het mocht. Er was niks verkeerds aan. Het was ook niet verboden. En dat nou juist diezelfde politiek op een gegeven moment dacht van... ja, hé, hey, hallo, dat kan niet, want dat past niet in ons bestel. Met alle gevolgen van dien uit die politiek. Dat die zeezenders de nek om werd gedraaid. Wat helemaal niet nodig was. Wat geen enkel belang diende. Ik vind alleen al om deze reden, hè, van dit unieke gebeuren, dat dat vastgelegd moet worden. Voor altijd. Ad Roland staat naast me. Ja. We beginnen volgens mij in 1969. In 69 even denken, kwamen Meister en Bollier naar mij toe. Omdat iemand had ze verteld, je moet naar Ad Roland gaan. Want die kan je wel begeleiden en helpen. Die zeiden van, we willen een schip beginnen. Enzovoort. En het eerste wat ik wat wel serieuze vormen aannam. Was namelijk het feit dat ze de Mabel hadden gekocht. Ja. En die hadden ze al betengeld voor de studio's enzovoort. In Slikkeveer lag die en daar was ik dan ook bij hen. En toen kwam er een meneer en die zei, een antenne van 60 meter, windkracht 3 en hij ligt omver. Hij ligt met de antenne naar beneden in het water. Oh, zei Meister, of Bollier, Meister zei dat. Hij zegt, dan kopen we toch een nieuwe boot erbij. En zo ging het met de Mabel. Vandaar dat je de Mabel 1 hebt. En de Mabel 2. Okay. Toen bij Noordzee, voordat ze on-air gingen, dat was eind 69, ja. Heb ik met één of twee Duitsstalige presentatoren, hebben we kerstprogramma's gemaakt. Want die waren gepland om uitgezonden te worden in december. Kerstprogramma's. Ja. Maar die kerstprogramma's zijn nooit uitgezonden. En ik moest daar dan in het Nederlands, in het Engels en in het Duits presenteren. Als ik goed geïnformeerd ben, ben je toen ook nog betrokken geweest bij de Nederlandse Caroline daarna? Ja, ik heb bij de Nederlandse Caroline. Ik was al eerder bij Caroline. En ik werkte nog steeds bij de NOS, hè, maar die vonden het helemaal niet erg. Want als je maar een andere naam gebruikt, dan is er niks aan de hand, want dat is maar muziekradio. Wat gebeurde er bij Caroline? Dat was dan na 70, ergens tussen 70 en 74 ergens, geloof ik. Begon Caroline met een programma. M.O.R. Caroline heeft een keer het idee gehad, O'Reilly had het idee, om in het Nederlands een M.O.R.-zender ervan te maken. En dat was ik eigenlijk vergeten tot ik mijn zolder opruimde en daar nog een oude band vond. Daar staat nog een compleet uur van mij op, waarbij ik dus M.O.R. presenteer. Op Caroline, op Radio Caroline. Ah, dan wordt het langzamerhand eind 73, 74. Dan gaan we het hebben over Radio Mi Amigo. Ja, Mi Amigo. Voor Mi Amigo kwam Eddie de Boek bij mij. En Eddie de Boek was een assistent van, directe assistent van Sylvain Tak. Ja. En die zei van, Ad, je moet toch een keertje naar België komen. En allemaal gezellig en... Want we willen een programma opzetten en we hebben gehoord dat jij ons daarin kan helpen enzovoort enzovoort. Dus dat heb ik gedaan en het eind van het verhaal was dat ik de aankeilen maakte, nog een aantal plannen mee bedacht voor het station en begeleiden. En ik deed dan een programma onder de naam Ad Petersen, de Joepie Top 50. Dat deed ik dan nog. Want ik zat, voor de rest zat ik zo vol met allerlei activiteiten voor Radio 3. En in die tijd nog bij de NOS. En daarna ben ik naar de Tros gegaan. Dus bij de publieke omroep. En op een bepaald moment toen dat verdrag geratificeerd was, kon ik niet meer voor de zeezenders werken. Want dat was niet geheel legaal. Het punt is wel dat ik geen programma's meer maakte. Maar mijn schuurtje was nog zo nu en dan zonder dat ik het wist bevolkt. En daar werden programma's opgenomen. Ik wist er niks van. Er kwamen mensen binnen die hadden een sleutel. En, Frans van der Drift bijvoorbeeld. Of Andy Archer zat nog
met een heerlijk drankje programma's te maken en dat soort dingen meer. Dus er gebeurde nog wel wat in mijn schuurtje. Tot het in België verder ontwikkeld was. En toen zijn ze naar Norbert gegaan. Hebben ze in de discotheek van Norbert opnames gemaakt. En ze zaten nog ergens waar ze met de voeten in het water zaten. Ja, en toen gingen ze naar Playa de Haro. Bergje op, bergje af. Want daar zwam de tak. Ja. Toen waren Veronica en Noordzee waren weg. Mi Amigo ging door. Maar dat was ook de periode dat, ik kan me dat ook nog goed herinneren, de Tros Donderdag ongelooflijk populair werd. Ja, maar dat kwam ook. Dat was ook logisch. Want de Tros Donderdag was de eerste dag waar we formatmatig het werk deden. En het was de eerste dag. Want het was niet alleen de zender, maar de eerste omroep waar je dacht aan de luisteraar. Er waren twee regels. Respect voor je luisteraar. En de smaak van jezelf hang je aan de kapstok als je binnenkomt. We zijn aanbeland in 74, 75. Tros Donderdag, enorm populair. Daarna... Ik ben daarna achter de coulissen zeer sterk betrokken geweest bij en heb dat ook mogen delen bij de successen van Sky Radio en 538. Ik heb 70% van de commerciële radio in Duitsland opgebouwd. Wie is dat, Roland? Sie kennen ihn nicht und haben doch täglich mit ihm zu tun. Er ist nämlich die Nummer 1 der europäischen Rundfunkberater. Und wenn Sie ein Privatradio einschalten, hören Sie sehr wahrscheinlich das, was er Ihnen verordnet hat. Entspannen und genießen. Antenne, das Radio. Entspannen und genießen. Bloß kein Ärger, keine Aufregung. Viel Musik, wenig Worte. Was Wunder, dass private Radios boomen. Und der Nachwuchs lernt bei Ad Roland für 5.000 bis 6.000 Mark pro Crashkurs. Aber sagen Sie mal die Größenordnung. Sind das eher 10 oder sind es eher 20 Sender oder noch mehr? Ich schätze, dass wir mit Sender zu tun gehabt haben oder noch zu tun haben in Deutschland, schätze ich, dass es so rund um die 18 bis 20 Sender sind in Deutschland. Tschüss, bis morgen. Ich habe... In Zweden bijvoorbeeld hebben al de lokale stations hebben programmadirecteuren. Die hebben bij mij allemaal scholingen gehad. En daar heb ik mijn pluim verdiend. En mijn herinneringen heb ik nog steeds. En dat is wel prachtig. En hier werd al geroepen zakdoeken. Het is een heel eigen leven dit nummer gaan leiden. Hè? Absoluut. Ja. Ja, dat weet je ook niet van tevoren natuurlijk. Ik vond het hartstikke fijn dat je erbij was. Graag gedaan, natuurlijk. Ja, en het is ook leuk dat jullie hier allemaal zijn. En jullie vinden ook met ons dat die 31ste augustus bewaard moet blijven, hè? Ja, dat dacht ik. Nou, ik ga Jan en Jacqueline Schut van het Rock Arts Museum hartelijk bedanken dat we hier de gast mochten zijn. Dit is één brok geschiedenis uit onze tijd, de jaren 60 en de 70. Jeroen, bedankt voor de techniek van de muziek. Siep voor de uitzending. En Per, omdat hij in Hilversum alles in de gaten moest houden. Lianne voor de regie. En Carmen en Tessa voor de assistentie. En Ellie, dat ze ons hier allemaal naartoe heeft gebracht. Fijne dag. Tot morgen maar weer. Dag. Ja.